Goedemiddag, meneer. Mag ik 2 frietjes met? Ja, voor wie? Voor Harry Timmermans. Oké, dat is goed. Kent u die? Kent u wel, ja. De voorzitter van de sportvereniging van? Van VSV, hè? Van PSV. Harry, eet jij je frietjes met een vorkje of met je vingers? Ik begin altijd met mijn vingers en totdat de smurrieboel wordt en dan haal ik het vorkje erbij. Ja. Ja. Hey, 4500 supporters van PSV waren er afgelopen week in Londen. Dat moet voor jou als voorzitter van de supportersvereniging een natte droom zijn. Nou, ik was wel ongelooflijk trots. Ja. We hadden ons er enorm veel van voorgesteld. De trip ernaartoe, de voorpret, nou, dat was geweldig. Maar ik moet ook zeggen, het was ook gewoon een ontzettend gave dag. En ook de napret, ondanks de nederlaag, ja, weet je, dat was natuurlijk toch wel een anticlimax. Maar het was echt een ontzettend gave trip. En ik ben dan echt trots op hoe wij daar op dat vak staan en hoe wij eigenlijk Wembley ja, een beetje in onze zak steken als het gaat over de atmosfeer. Want het was een thuiswedstrijd. Ja, het was voor PSV. Maar ook, heb ik het ervaren. Ik had op de perstribune, ik zag jullie zitten. Ja. Het ging tekeer, heel de wedstrijd lang. Ja. En dan, ben ik niet gewend van PSV? Nee, want er wordt ook wel eens een beetje gekscherend gezegd. Nou, niet eens zo flauw, maar als we bij thuiswedstrijden en je speelt bij wijze van spreken tegen Excelsior thuis, dan merk je soms wel eens dat de sfeer een beetje, dan hoor je dus soms het zoomen van de verwarming. Ja. Maar bij uitwedstrijden, bijna standaard, ook in Nederland, hoor je 90 minuten lang dat uitvak. Ja, dat is geweldig. Dan krijg je echt dat familiegevoel, zeker als je op verplaatsing bent. Maar hoe komt dat, denk je? Nou, dat komt natuurlijk ook omdat je bij zo'n uitwedstrijd voelt het ook een klein beetje. Het is een schoolreisje. Het familiegevoel en het kameraadschappelijke wordt nog eens een keertje extra opgepookt. Je hebt ook het gevoel van wij tegen de rest. Ja, nee, mensen hebben gewoon heel veel zin in om dan die ploeg te ondersteunen. Op 5000 man gebeurt er altijd wel iets waar het vergrootglas op ligt. We hebben ook meegemaakt dat een aantal mensen gewoon tegen de toepassing van de regels aanliepen van de stewards daar. Ja. Dus mensen die van het vak zijn gegooid omdat ze een juichte van PSV. En dat jongetje van 10, Guus, die mocht het stadion niet in, had een PSV-shirtje aan. John van de Heuvel, de misdaadjournalist, PSV-fan, moest weg. Net zoals veel andere mensen, of een aantal andere mensen. Maar er zitten 2 kanten aan. Want als je het zo alleen bekijkt van, nou, wat een onzin, je mag er wel een shirtje aan doen, wat flauw. Mm-hmm. Aan de andere kant, er was wel van tevoren voor gewaarschuwd. Gerdien Verijken, die is bijvoorbeeld in de eerste helft bezig geweest om mensen die tegen dit soort dingen aanliepen, om dat toch nog in overleg met stewards van PSV en stewards van Wembley, ze toch naar binnen te krijgen. Bij een aantal is dat gelukt. Ik vind wel, je moet wel blijven knokken voor je fans. Je kunt niet zeggen, ja, dat is dan pech. Had je kunnen weten. Ja, je moet wel een stapje harder lopen voor je supporters. En PSV heeft soms misschien een klein beetje makkelijk. Het is een club die toch wel zijn supporters trekt. Nou, dan is het onze rol om juist het stapje harder te lopen voor die supporters. Fantastisch natuurlijk de supporters daar in Londen van PSV. Maar het resultaat, ja... Het resultaat is... 10 minuten alles weggegeven. Ik zag die ook niet meer aankomen. Want ik had echt het idee dat wij op een gegeven moment minimale punt over de ronde zouden brengen. Ja. Dan kun je ook nog overwinteren. Ja, dat is nou klaar, hè? Ja, ik in mijn functiebeschrijving staat dat ik optimistisch moet zijn tot het allerlaat. Staat er niet in dat je eerlijk moet zijn? Ja, nou ja. Nou, als die twee combineren, dan is het eigenlijk wel klaar. Aan de andere kant... ik denk dat we toch wel heel veel geleerd hebben. Hè? Als je gaat kijken met een jonge ploeg. Leren doe je op school, Harry? Ja, maar in de Nederlandse voetbal. Nee, de Eredivisie is te zwak. Ik snap wat je bedoelt. Daar heb ik gelijk in. Ja. Stukje scorebordjournalistiek dan. Geen Johan Cruijffschaal. Uitgeschakeld in de beker. Niet overwinteren in Europa. Moet je wel kampioen worden, hè? Anders heb je het niet goed gedaan. Ik weet niet of je het dan niet goed gedaan hebt, want als ik, je had het net over eerlijk zijn. PSV moet prijzen winnen. PSV moet prijzen winnen. En wij moeten ook gewoon zeker meedoen om de titel. Eigenlijk moet je moet hem eigenlijk altijd halen, zeggen, maar dat is ook scorebordjournalistiek. Er is geen club die 100 jaar per rij kampioen wordt. Maar als wij met dit team 11 wedstrijden op rij kunnen winnen, dan moeten we ook zo eerlijk zijn dat we zeggen, dat hebben we ook wel gedaan met een programma wat ons niet tegen zat. Ja. En de echte uitdaging, de echte examens, de echte test, die gaan natuurlijk nou komen. Ja. En ja, dan gaan we het gewoon meemaken. Maar een andere trainer, is mijn overtuiging, zou er niet meer uitgehaald hebben als Van Bommel nu. Ander Brabants clubje, Willem II. Als we kijken naar de fans van Willem II. Het laat zich tegenwoordig goed horen, vind ik, hè, in de stadions. Zowel thuis als uit.
Hadden wel een hoop sodemieter in Amsterdam laatst. Wat vind je daarvan? Nou, we hebben ook contact gehad met de sportsvereniging van Willem II. Mm-hmm. En als echt blijkt dat zij om een onzinnige reden zijn vastgehouden, dan vind ik ook dat zij alle steun verdienen als zij daar gaan kijken naar bijvoorbeeld een rechtszaak beginnen of bij de gemeente. Ja. Want het is niet uit te leggen dat je 150 man twee uur eigenlijk ophoudt op een station als daar geen goede reden voor is. En dan staan jullie pal achter de supporters van Willem II? Als ze zich goed gedragen, als het blijkt dat zij zeg maar, zonder goede reden zijn vastgehouden, dan vind ik het zelfs, dan kun je zelfs een boom op zetten dat het misschien wel wederrechtelijke vrijheidsberoving is. Wij zijn in Amsterdam eigenlijk nog nooit prettig ontvangen. Nee? Er zijn heel veel supporters van PSV die de wedstrijd naar Amsterdam laten schieten, omdat ze gewoon ook het idee hebben dat er op geloerd wordt, dat de ontvangst niet gasvrij is. Wij doen heel veel bij PSV om ervoor te zorgen dat de mensen ook nog een beetje het gevoel krijgen dat ze welkom zijn. In Amsterdam ben ik eigenlijk nog nooit op een hartelijke manier welkom werken. Je voelt je nooit welkom in Amsterdam? Nee, door de bejegening van de stewards, door de bejegening van de politie al daar. Maar serieus? Ja, dat is ernstig. Slecht, ja. Maar weet je wat, dat zijn... Maar ook door de politie? Ook door de politie. En dat is niet alleen PSV die dat zegt, dat is een breed gedeelte iets. Alleen, op het moment dat je daar iets van zegt, dan zegt de goede gemeente, ja, voetbalsupporters, nou, dat is allemaal thuis. Allemaal thuis, ja. Heb jij meer met NAC of heb jij meer met Willem II? Ik heb uit gevoelsmatig meer met NAC. Ik heb altijd wel veel bewondering voor hoe die supporters zeg maar, thuis en uit, of ze nou in de Eredivisie zitten of in de Jupiler League, altijd die club staan. Ja. Ik verbaas me er wel over dat een club met zoveel potentie er al jarenlang zo'n rommeltje van maakt. De kritiek op NAC is wel eens, althans op de fans, is dat ze dat de carnavalsclub is. Ja, maar weet je, als je kijk, bij PSV is het ook altijd feest. Dus de clubliefde, het clubgevoel, bij NAC daar zit volgens mij wel snap. Mijn bakje is leeg. Dus tot slot, PSV, dit weekend, de Graafschap uit. Ja. Ik zeg twee vingers in de neus, drie punten. Ik zeg wel drie punten, maar ik denk wel dat ze ervoor moeten knokken.